Welke paraplu houdt het ook tijdens een flinke herfststorm? We hebben het voor u getest met de koningin der paraplu's. Vanavond droog met de paraplu vliegend door het circustheater als Mary Poppins. Ach, de zee! Vanmiddag nog wat Mary praktijktraining op het strand van IJmuiden. In deze hand heb ik mijn tas in mijn linkerhand en dan houd ik mijn tas zo, die houdt naar achter en mijn plu naar voren. Zo vlieg ik. Zullen we eens gaan vliegen op het strand van IJmuiden? Laten we eens gaan vliegen op het strand van IJmuiden. Welke paraplu is nog Mary-proof bij een windkracht 8? Die van de HEMA van 10 euro, de Blokkerplu van 5 euro. Maar we beginnen met de goedkoopste, die van 1,98 bij de Action. R-A-G-I-L! Het werkt niet echt, denk ik, maar... Oh, hemel! Misschien gaat het de Blokkerplu beter af. C-A-L-I-F. Oh jee, dat begint nu al. Ik kan hem niet eens omhoog. Alle hoop is nu gevestigd op die van de HEMA. C-A-L-I-F. Nou, hij klapt wel automatisch weer naar binnen. Misschien is een windkracht 8 ook wel iets te veel gevraagd van een paraplu. Maar de 40 euro kostende Sens claimt deze pittige wind toch aan te kunnen. Hoe Mary geschikt is hij? Oh, hemel. Ik vind alleen de vorm zo lelijk, maar dat schijnt... Nou ja, hij is wel... Ja, dit is toch wel echt wegvliegmateriaal. Zien we Mary vanavond dus met de stormparaplu door het theater vliegen? Mary vliegt niet met wit. Nee.